Jullie vroegen mij of ik jullie kan leren hoe je een cupcake tekent zoals dit. Daar gaan we. Begin met het maken van een omgekeerde 3 en maak aan de andere kant een gewone 3. Maak een cirkel, dit wordt de kers, en voeg bovenop een klein toefje toe zoals dit. Verbind alle bogen met elkaar en maak aan de onderkant de cupcake dicht. Maak aan de zijkant de strepen voor het bakje, maak die ook weer dicht aan de onderkant en voeg overal lijnen aan toe. Maak de kers verder af, voeg wat glansjes toe, zet er nog een lekker chocoladeweiertje in zoals dit en dan kleuren maar. Kleur alles in met de kleuren die jij mooi vindt. Ik heb gekozen voor roze voor het toefje, bruin voor het papier eromheen, de kers die maak ik uiteraard rood en de chocoladeweier in een donkerbruine kleur en dan is dit mijn cupcake geworden. Succes met tekenen en laat maar weten wat je de volgende keer wil leren.